Welkom bij de podcast van de Vrije Gedachte. Vanuit de Bali in Amsterdam zullen filosoof Floris van den Berg en ik het gaan hebben over het nieuwste boek van Floris, Spook van Woke. De man, ja zo mag ik je vandaag nog noemen, toch denk <laughs> vandaag ik. Nog wel, ja. Vandaag nog wel. Uh, de man schreef al tientallen boeken en na zijn woke is dit nu al zijn tweede boek over woke. Um, ik wens u veel kijk- en luisterplezier toe. Welkom. Dankjewel, Bart. Uh, jouw boeken gaan over het creëren van een betere wereld. Uh, ik denk al jouw boeken, als ik het zo mag samenvatten. Ja, dat is mijn een project. Ik streef naar een wereld, een betere wereld met minder leed en meer geluk. En allemaal boeken gaan over een bepaald aspect daarvan of een bepaalde toepassing daarvan. Ja, en uh, want je hebt geschreven over atheïsme, feminisme, veganisme. Uh, je schrijft heel veel over klimaat of milieu. Eigenlijk is dat misschien wel waar je je primair druk over maakt in je werk. Um, maar waarom dan toch nu twee boeken in één keer over wolk? Ja, dat, dat is inderdaad goed dat je het zegt. Want ik denk inderdaad dat er een groot, het grootste probleem waar we als mensheid voor staan, dat dat de manier waarop we met het milieu omgaan, de ecologische crisis. En dat we eigenlijk daar al onze tijd aan moeten besteden. En de vraag is, en ik ben ook milieufilosoof, dat is mijn eigen vakgebied, maar waarom heb ik dan toch twee jaar. Uh, wok uh, besteed en de reden is omdat ik denk dat de universiteit of de culturele wereld met name ook universiteiten die ondermijnd wo worden door wat wok door wok kunnen we zo over wat dat is uh, en en daardoor ook dus niet meer hun primaire taak over uh, uh, om wetenschap toe te passen om die problemen op te lossen ik denk dat door wok dat de hele universiteit in kan storten ja, en dan kan het dus ook niet meer die bijdrage leveren aan die betere wereld. Dus het is een soort verdediging met een omweg van, ja, het is misschien wel niet het belangrijkste, maar als we dit niet oplossen, als we onze instituten laten ineenstorten, dan hebben we een groot probleem. Ja, oké, okay, dankjewel. Uh, om dan inderdaad maar met de deur in huis te vallen, uh, ik wil het even met je hebben over wat is dat wok nu precies. Ja. Uh, in uh, je nieuwste boek, Spook van Wok, schrijf je, en dan ga ik je citeren. Woke is de verzamelnaam voor identiteitspolitiek, politiek correct denken, diversiteitsbeleid, cancel culture, westerse zelfhaat, dekolonisatieobsessie en nog een reeks van aanverwante zaken die in dit boek aan bod komen. Ik las dit en toen vroeg ik me af, gebruik jij de termen woke en wokisme als synoniemen voor elkaar? Of is wokisme misschien een specificering van de bredere term woke, dat het onderdeel uitmaakt van woke? Um, ja, wat bedoel je met deze termen? Nou goed dat je het vraagt ook, want dat, hoe ik het defineer, is vanuit de, vanuit de oppositie gedefinieerd. Want als je mensen vraagt van het andere kamp. Ten eerste al, nu is het zo dat als je de term woke gebruikt. Degene die de term woke gebruikt is eigenlijk alleen maar critici. Dus de mensen zelf zullen zich ze nooit van zichzelf dat ze woke zijn of dat ze. Wok is dus een, dat is omgeslagen, want Woke begon als een term vanuit de Social Justice Warriors, en nu, maar nu dus niet. Nu is Woke alleen maar negatief. Uh, um, dus als je, dus, uh, maar het kan hele vele veel. Het is uh, misschien kan je het beter zien als een beweging waar vele dingen onderscharen dat het een, het, het een een, uh, een manier is om. Ik moet er zelf over nadenken, omdat het, omdat het zoveel aspecten heeft. Um, maar het is het tegenovergestelde van het idee van de liberale democratie waar iedereen vrij is. Dit in, in woke, het identiteitsdenken, misschien is dat wel een belangrijk concept. Mm -hmm. Identiteitsdenken van woke is door, door mensen in kleine groepjes op te delen die, die die zijn of vinden dat ze achtergesteld zijn en die daardoor. Uh, uh, voortgeholpen moet worden. En het oude idee in de liberale samenleving was het zo: oké, okay, er zijn misschien mensengroepen uitgeslo uitgesloten, laten we die ook helpen om, 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 om op hetzelfde niveau te komen. Iedereen is gelijk. Maar nu is het zo van: oké, okay, we hebben steeds kleinere hoekjes van identiteiten en degene die eh, niet dat die omhoog moeten, maar de anderen moeten naar beneden. Dus de, en, en, en die zijn eigenlijk dat zijn de witte mannen, grotendeels die mm -hmm. altijd fout zijn. Dus het is niet zo dat iedereen gelijk moet. Nee, het, is, het zijn mensen die je hebt onderdrukkers en onderdrukten. Dus het is een, een wereldbeeld van, van, van mensen tegenover elkaar aanzetten. Dus het hele idee van uh, social justice, uh, sociale rechtvaardigheid, wat natuurlijk mooi klinkt, mm -hmm. gaat niet om mensen, om een vreedzame samenleving waar iedereen gelijk is, maar om mensen in te delen in ofwel onderdrukker ofwel onderdrukte. En dat mm -hmm. is dus een helemaal niet constructieve, juist polariserende manier. Om naar de samenleving te kijken. En ik denk ook dat we die kant absoluut niet heen moeten. Wat niet, want, want ik hoor mensen denken: van ja, maar er zijn toch inderdaad achterstellingen in de samenleving. Dat is goed, dat is waar. En ik vind ook dat je wat aan moet doen. Maar daar kun je wat aan doen op een manier die past bij het oude verheffingsideaal. En, en, en obstakels die er zijn, moet je uit de weg ra de raten. Maar het gaat om dat uiteindelijk iedereen gelijk is. En niet dat mensen door geboorte al of door afkomst ongelijk zijn mm -hmm. of met een historische schuld beladen. Want dat, het, het concept met woke is, gaat het ook over historische schuld. Dat witte mensen schuld hebben aan kolonialisme, aan de slavernij. En ja, dat, dat is een heel akerig idee van erfzonde. Dat, dat niemand kan bepalen waar die geboren is. Je wordt allemaal, dat, daar heb je geen enkele zeggenschap over. Natuurlijk heb je de een, heb je meer voordelen van dan de ander. Maar je bent niet verantwoordelijk voor waar je geboren bent. Dus mm -hmm. je kan, je, het heeft geen zin om schuld aan het verleden te kijken. Je moet naar de toekomst kijken hoe we daaraan kunnen werken. En gek genoeg is het: wokisme is het geobsedeerd door het verleden. In plaats van te kijken hoe kunnen we nu dingen oprechten. Bijvoorbeeld de hele slavernijverleden gaat eigenlijk altijd om de slavernij in het verleden. Terwijl er ook nu heel veel slavernij mm -hmm. is, laten we proberen de wereld voor de mensen nu beter te maken. Dus als ik het goed begrijp, dan gebruik je de termen woke en wokisme eigenlijk als synoniemen voor elkaar. Mm -hmm. Maar zou je, dat, zou je die termen niet moeten scheiden? Omdat wokisme als isme is misschien onderdeel van een groter containerbegrip wat woke heet. Ja, ik denk dat het zo is dat wokisme is de ideologie zoals die de isme aanhangt. En heel veel mensen die woke zijn of een beetje woke zijn, hoeven niet helemaal bekend te zijn met alle ins en outs van die ideologie. Wokisme is een neo-Marxistische ideologie... wat een heleboel mensen die wok zijn ook niet zullen herkennen. Uh, het komt voort uit het postmodernisme. De bron daarvan nu zit vooral in de, in de mensen die zich met gender studies bezighouden. Uh, en in het wokisme gaat het inderdaad om het ideaal, het neo ideaal... dat de ongelijke machtsrelaties worden doorbroken. En eigenlijk niet eens zozeer de vraag is, gaan we naar een... Naar een, naar een balans waar er geen machtsrelaties meer zijn, of en dat lijkt zeer eerder geval dat de machtsrelaties omgedraaid worden. Dat degenen die gepercipieerd worden als slachtoffers, dat dat de nieuwe gepreviseerden zijn en dat degenen die dus zogenaamd de daders zijn, dat, dat 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 omgedraaid wordt. In plaats van dat we streven naar iedereen gelijk uh, en zo goed zo hoog mogelijk, is het nu eerder zo van dat ze het willen omdraaien. Zo lijkt het in ieder geval, uh, want het. Het traditionele idee van het, het liberale idee van de vrijheid van het individu en gelijkheid, is iets totaal anders dan het neo-marxistische idee van oké, okay, uh, we, we, gaan, we gaan dat doorbreken en omdraaien. Ja, maar wat is dan precies het gevaar van woke of wokisme? Nou, dat ligt er trouwens wel aan of je het de gevaar vindt of niet, wat je wat je ideologische keuze is. Als jij niet hecht aan de vrijheid van expressie voor iedereen. Als jij niet hecht aan de vrijheid en gelijkheid van iedereen... Ja, dan is woke juist iets goeds. Dus hè? woke is een bedreiging voor allerlei vrijheden. Dat, dat woke is je. een bedreiging voor de open samenleving. Karel Popper schreef ooit het boek uh, The Open Society and Its Enemies. En daar had hij het over tegen totalitaire ideologieën. En volgens mij is woke ook weer een totalitaire, neomarxistische ideologie. Maar... Gek wordt hij dus niet door mensen herkend als zodanig. Omdat hij vermomd is onder al die mooie termen waar iedereen het mee eens is. Die, die eigenlijk allemaal het tegenovergestelde betekenen. Daarom heb ik dat vocabulary geschreven. Om, om juist die woorden brei, die, die newspeak, hè, dus die, die Orwelliaanse newspeak... Wat, waarin termen het tegenovergestelde betekenen van wat je denkt dat ze betekenen... om dat te duiden. En daarom ook dan de titel... Spook van woke? Ja, een, een, een spook is, is, is dat je. Dat is natuurlijk de, ambigu. De, 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 de term komt van. De, van uh, ik heb hem geleend uit het Communistisch Manifest. Hè, van de een, een spook van, van uh, communisme door Europa. Uh, dit is weer een pleidooi voor een nieuw soort marxisme in Europa en, en in de wereld. En ik denk dat we dat. Tegen kunnen houden dat, en als we als we tenminste nog op tijd bij zijn. De vraag is of we niet al te ver zijn. Want in relatie tot, tot wat je nu zegt, hè, je noemt in je boek, noem je ook ook een Trojaans paard. Ja. Waarom? Nou, een Trojaans paard, als we even teruggaan naar de, de, de oorlog tussen de Grieken en de Trojanen. De, de Trojanen troffen een paard aan voor de stadsmuren. Eh, en de Grieken waren opeens weg. Ze dachten, oh, de Grieken hebben het opgegeven en ze laten een paard achter. Toen hebben ze de stadsmuren afgebroken, het paard naar binnen gereden. En toen bleek dat in het paard zat Odysseus en zijn makkers. En toen hebben ze, uh, s'nachts kwamen die eruit. En toen, dat leidde tot de ondergang van Troje. Ze dachten dat het een overwinning was, maar bleek hun verlies. Uh, dat is nu ook zo met, met Wook. In die zin dat we, we, we rollen allerlei uh, uh, neoma-Marxistische. Uh, Ideologieën in onze instituten die eigenlijk niet liberaal zijn, die tegen de academische vrijheid zijn, die eigenlijk een nieuw soort racisme zijn. En, maar dat herkennen we niet. En daarmee ondermijnen we de liberale democratie. Terwijl we het niet eens doorhebben. We rollen dat naar binnen. We denken dat het een overwinning is. Maar het is het tegenovergestelde. En daarom moet je daarvoor voor oppassen. Mm -hmm. Dankjewel. In het spook van Wog, schrijf je, en dan ga ik je citeren. Uh... Dat het een pedagogische en literaire misvatting is dat literatuur en kinderliteratuur politiek correct en moreel verantwoord moeten zijn. Ik las dan, toen dacht ik: mo moeten kinderen dan niet beschermd worden? Nou, grote kinderen kunnen meer hebben dan je denkt. Uh, ik bedoel, als je kijkt naar, 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 naar geweld in tekenfilms en in. Alle, kinderen, de meeste kunnen. Het best wel heel goed onderscheid maken tussen, tussen de fantasiewereld en, en de echte wereld. En natuurlijk moeten ze daar, dan moet je het wel met ze over hebben en zo. Dat heet dat is een proces van opgroeien. Maar als de, de, de woke gedachte is dat je kinderen moet afschermen en net van alles wat nu als politiek incorrect wordt gezien. En dat gaat behoorlijk ver. Um, terwijl kinderen daar prima mee om kunnen gaan met gruwelverhalen uh, 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 en dingen die incorrect zijn. Uh, en... en ja, En dat gaat niet alleen voor kinderen, maar ook voor, 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 voor pubers of op de middelbare school. Uh, als je literatuur gaat lezen, de, de heel veel literatuur, er zijn allemaal dingen aan die niet deug. Uh, maar dat, dat kan je wel meenemen om erover te praten, maar dat wil niet zeggen dat je niet meer naar moet kijken. De vraag is, vraag ik me, voelt ook, mag je dan nog wel, dat zover zijn we niet, maar je kan je natuurlijk doortrekken, kan je dan nog wel naar een crime kijken waarin mensen worden vermoord? Kan je dan nog wel, ja, al, alles wordt opeens... Moreel beladen. Maar literatuur of kunst moet ook een eigen domein zijn, los van moraal. Zeg maar. Je mag het er wel meenemen in hoe je erover reflecteert, maar je moet niet je moraal opleggen aan de literatuur of aan de kunst. Want dan kan je alles weggooien. Want ik denk ook echt dat als je door woke ondermijnt door ons eigen cultureel erfgoed, dat je ook niet meer naar dingen kan genieten. Je hebt mensen zeggen die zeggen: ja, ik ga niet naar Bach luisteren, want dat was een, een, een vrouwenverslinder. Mm -hmm. of, of ja. Misschien was het zo, of Picasso, dat was in ieder geval bij Picasso het geval... maar dat wil niet zeggen dat je dan zijn kunst maar niet meer moet bekijken. Nou gaan hier. er heel veel stemmen op die pleiten voor een verandering... van de kanon van de Westerse filosofie. Ja. Um, want die filosofen waren allemaal blanke mannen. Ja. Wat, wat, wat vind je daarvan? Is, is het niet te simpel om te stellen dat in die tijd... Dat vrouwen nou eenmaal niet mochten studeren en dat Nederland overwegend blank was, zou, zou dat kanon van de westerse filosofie gedecoloniseerd moeten worden, zoals men dat noemt? Of ben je daartegen? Ja, kijk, op zich is het goed om na te denken over, over wat je doseert, wat je, welke wat je bestudeert en wat niet. En, en filosofie kenmerk je door zelfreflectie. Dus op zich is het goed om daarover na te denken. daar nou heb ik dat ook gedaan en, en andere mensen ook. En ik denk. Toch dat het geen goed idee is om, om te ver te gaan in, in, in het woke-idee van het decoloniseren en het divergeren van de filosofie. Om helemaal. Want het woke-gedachte is dat er iets mis is met hoe het kanon nu is. Dat wij nu een witte mannen hebben. Uh, met allerlei politieke fouten foute uh, ideeën over slavernij en homoseksualiteit. En dat bewust vrouwen en, en andere groepen eruit gedrukt waren. En, en voor een groot deel, er zullen misschien uitzonderingen zijn, is dat niet het geval. Het komt namelijk zo dat. filosofie werd bedreven door witte mannen. En van een bepaalde sta sociale status en, andere, en vrouwen opgedaan die aan meedoen. Dat is op zich moreel verwerpelijk, maar daar kan je nu niks meer aan doen. En die melden zelf ook weinig. Dus je moet dat wel bestuderen en meenemen, maar daar kan je niks aan veranderen. Je moet wel zorgen dat filosofie nu. Iedereen moet daar een bijdrage in kunnen leveren. Als jij je aan de basale regels houdt... van rationeel argumenteren... binnen de lijntjes van de, van, van de consensus... van de wetenschap, min of meer... Um, dan kan iedereen daar een bijdrage aan leveren. Niet, het maakt niet uit wie je bent... Uh, wat je gender is... Uh, wat je idealiteit is. Waarschijnlijk in de het. echte wereld... Zouden, zullen er best wel her en der... wat obstakels zijn. Maar dat is waar we naar moeten streven. Iedereen moet een Bijdrage kunnen leveren, en het is ook irrelevant of je man of vrouw bent en wat je huidskleur is. Um, je moet gewoon goede argumenten hebben. Mm -hmm. En nu is het het geval: in woke wordt er gekeken naar wat jouw achtergrond is en dat dat prioriteit heeft over wat je wat de inhoud van je argumenten is. En misschien moet je zelfs rekening houden met gevoelens ten koste van rationaliteit. Maar dit gaat dus inderdaad over de inderdaad uh, ook hoe het in de dat, dat het bestuderen van iets, bijvoorbeeld de filosofie, dat je dan rekening zou houden met de gevoelens van degenen die het bestuderen. Dus met de bezoekers in een museum, met de lezers van een boek, met de studenten. En ik denk in, op een universiteit, ik heb de universiteit ook wel eens een intellectueel spookhuis genoemd. Moet je, is het eigenlijk prima als je studenten of museumbezoekers de stuipen op het lijf jaagt om ze te confronteren met ideeën. En beelden die ze nooit gezien hebben. Hm. En misschien ook wel niet mooi vinden. Of misschien wel verwerpelijk vinden. Maar je moet uit je cocon kunnen komen. En woke is het. Als je te veel woke denkt. En het hele idee van de safe classroom. Dat je dus emotioneel nooit meer uit je comfortzone mag komen. Ja, dat is. Dat, dat, is, dat leidt tot. tot een, eenheids, een heel krappe eenheidsworst. Van, uh, van het aanbieden van. Van stof. In colleges en in musea. Ja. En. Als het gaat um, in de academische wereld, dan gaat het ook ten koste van academische vrijheid, denk ik. Ja. Nou zijn opponenten van wokisme hebben het heel vaak over academische vrijheid. Die hebben het ook heel vaak over vrijheid van meningsuiting. Ja. In hoeverre zijn die twee hetzelfde of anders? Ja, goed dat je dat zegt. Kijk, de, in een samenleving heb je de vrijheid van expressie en die is heel groot. Hè? Je mag alles, mag behalve het uh, dreigen met of toepassen van geweld. Uh. Maar op het op de universiteit um, en dat ligt er ook aan waar. Op de universiteit stel dat je als je docent bent, dan ben je gebonden aan uh, de wetenschappelijke stand van zaken op dat vakgebied. Stel je bent uh, een geoloog, uh, dan kan je dan mag je niet college geven over dat de aarde plat is, of je bent historicus en je ontkent de holocaust op dat moment. Dan dan plaats je jezelf buiten het wetenschappelijke. Uh, uh, de wetenschappelijke consensus en dan ja dan hoor je ook niet op de universiteit thuis. Maar wacht, maar, iemand... maar, maar, waar, maar waar ligt de grens? Ja, nou dat is goed dat je het zegt. Maar dus dus maar mensen buiten de universiteit en iemand mag best vind ik uh, de Holocaust ontkennen. Alleen hij kan geen docent zijn, ook niet op een middelbare school. Hm. Maar er zijn wel, de, er zijn twee soorten grens ook van um, de wetenschappelijke grenzen en er zijn natuurlijk, er is ook wel een vaag gebied maar, maar over de aarde is plat en de Holocaust, dat is vrij duidelijk. Uh -huh. Bij grijze vlakken moet je uitkijken. Zeg maar. Dan moet je dus wel ruimte geven. Um, maar ook normatieve punten. En over normatieve punten denk ik dat we um, best veel ruimte moeten hebben. Ook op universiteiten. Om überhaupt dingen te bespreken. Ook dingen die, die misschien tegen je intuïtisch ingaan. Ik bedoel, kijk, de universiteit zelf moet. Zich houden binnen het raamwerk van de mensenrechten, zou ik zeggen. Iedereen is gelijk. Maar je zou toch moeten kunnen debatteren over de vraag, zijn mensen, vergelijking tussen mensenrechten en sharia-wetgeving, of, 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 of voor de invoering van de doodstraf. Dat, dat moeilijke onderwerpen zouden besproken moeten kunnen worden. En, en zelfs een docent zou zelfs ook zijn eigen mening in mogen brengen. Uh, en, en de andere studenten ook, zonder dat dat repercussies heeft voor. Die docent. Ja, dus als ik het antwoord op mijn vraag samenvat, dan is de, vrij, de academische vrijheid beperkter dan de vrijheid van meningsuiting ja. in de samenleving. Dat is ja, toch? Ja. ja, dus een subset daarvan. Ja, en als verdieping op wat je net zegt, om even te, te checken dat ik je goed begrijpt. Als die docent gelooft dat de aarde zo plat is als een pannenkoek, ja. um, als hij dat privé thuis gelooft en met zijn vrienden bespreekt. Nog steeds zou hij dan geen docent mogen nee, zijn? Nee, dat niet. Maar dan vraag ik me af, uh, hoe zit het dan met religie? Ja, goed, je, dus, dus helemaal goed, je, je, goed dat je dat zegt. Er zijn heel veel mensen die, die uitstekende wetenschappers zijn. Mm -hmm. uh, en religieus zijn. En daar ook misschien opvattingen koesteren die in strijd zijn met de wetenschap. Uh, maar zolang zij uh, in, in hun. Uitoefening van hun beroep als docent of van onderzoeker dat gescheiden houden is er geen enkele, geen enkele probleem mee. Pas als je bioloog bent en je bent gelovig en je ontkent in je colleges uh, de, de, de theorie van evolutie, evolutie, dan is het problematisch. Ja. Maar zelfs als je het gelovig bent, je doseert erover, maar je gelooft er zelf niet in, mm -hmm. is er niks aan de hand. Mm -hmm. De analogie met woke, want wat is het zo van als jij docent bent. En je gelooft in alle dingen van wok, is er ook eigenlijk niks aan de hand. Uh, als je je maar wetenschappelijk, uh, prima wetenschap bedrijft, maar als jij denkt dat wetenschap ook maar een mening is, of dat objectiviteit een, een instrument is van witte mannen om de rest te onderdrukken, dan plaats je jezelf buiten de wetenschappelijke paradigma en dan hoor je ook niet op de universiteit thuis. Mm -hmm. Net als dat, ja, dat klinkt misschien. Um, Lastig, maar het is wel zo. Kijk, het verschil tussen theologie en religiewetenschappen is dat, dat religiewetenschappen de wetenschappelijke studie van religies helemaal past binnen het wetenschappelijke kader. Maar theologie begint met de aanname van dat er een god is, ook al is er geen bewijs voor, en die horen dus per definitie niet op de universiteit thuis. Mm -hmm. nou ja, en zo gaat het met woke ook. Uh, je kan je kan bij gender studies, je kan prima bestuderen de onderdrukking van vrouwen, wat vroeger vrouwenstudie heet. daar is niks mis mee. Maar um, de, uh, zodra je de, de, de objectiviteit van wetenschap ontkent, dan plaats je zelf buiten het paradigma. Oké, okay. dankjewel voor deze toelichting. Uh, nu waarschuw je in je boek voor, en ik, ik citeer je weer, radicale woke en genderactivisten met een agressieve taalpolitie. Yeah. Wat doet die taalpolitie? Ja, taalpolitie is dat. Dus kijk, ze hebben op zich een punt dat taal is. De spreektaal zit altijd met een um, morele lading, is niet altijd neutraal. Dus op zich is het goed om daar daar bewust van te zijn. Tegenwoordig de meeste mensen zeggen nu ook altijd hij zij. want vroeger zeiden altijd hij, ja. en dan bedoel nu zeggen hij zij. Dus nou, op zich goed. Maar het probleem is, in activisten gaan zo ver dat als jij een fout maakt. Dat, dat ze je erop pakken en dat ze je echt absoluut fout vinden. Dus, en die kan echt... Je, je ziet het niet altijd aankomen. Als je bijvoorbeeld al begint met dames en heren, da, dat kan al fout zijn, omdat je dan exclusief bent tegen, tegen mensen die zich niet als dame of heer identificeren. Mm -hmm. um, en die, die taalpolitie is agressief in die zin dat ze dat ook afdwingen. Dus um, als je wook luisteraars hebt of wook studenten, die kijken naar jou met hun checklist van of je je aan die woorden houdt. Dus als je een keer per Blank zegt in plaats van wit, dan witte mannen, dus je zegt blanke mannen, dan, dan, dan vinden ze je dus een racist en dan, dan, dan noemen ze je dat ook zo. Terwijl dat is natuurlijk disproportioneel, uh, dus dat is echt een politie, dat is echt een nieuw soort van censuur. Ja, want dat is inderdaad denk ik ook best wel een, een, een hele interessante vraag, in, in hoeverre moet je mee met dit soort... Um, bewegingen of soort van ontwikkelingen van talen. Beste dames en heren, blank. Um, nou, voor, voor wat we nu. Personen van kleur, ik denk dat dat de laatste ja, variant dat is. De laatste. is hè? Dat ging van negen naar negroïde ja. naar, naar donker, denk ik. Uh, donker gekleurd. Wat hebben we nog meer gehad? Zwart op een gegeven moment of bruin. Ja. Toen werd het gekleurd persoon en toen werd het. Nou, People van alles. Of color, ja. People of color. In hoeverre moet je daar voortdurend in mee? Kijk, taal verandert. Dus je kan ook... Zodra de, als, het een, als het een natuurlijke verandering is... die niet wordt afgedwongen... dan is het oké. Okay. En als mensen dat willen gebruiken... oké, okay, maar als het gaat om... ga je het anderen dwingen. Mm -hmm. Kijk, vroeger begonnen we brieven met... mijn heren, dat doet nu niemand meer. Nee. En als iemand het wel doet... dan zeg je dat is een ouderwets persoon. Uh, maar... Dan gaat er vooral om die reactie op iets van wat iemand anders een taal bezig die jij niet doet. Hoe tolerant ben je daarin? En dat is het verschil met Wok is enorm intolerant tegen mensen die zich niet aan de laatste memo van politieke correctheid houden. En nogmaals, ik vind niet alles is slecht en als het natuurlijk gaat. Hè, ik vind dat hij zei prima. Verandering is ook niet. Verandering is slecht. niet. Nee. Goed en het is ook goed, en dat mijn heren vind ik ook dat het niet meer mm -hmm. deugt. Dus, maar het moet vooral. Je kan het erover hebben. Je moet het niet afdwingen. En nu heb je bijvoorbeeld al uh, heel veel gemeentes hebben ook helemaal nieuwe uh, taalcodes. Mm -hmm. uh, en vooral op internet of in sociale media worden mensen afgerekend op, op wat dan dat ze iets verkeerd gezegd mm -hmm. hebben. En dat is ja, geen constructieve manier. Er is een emotionele disproportionaliteit in de, in, in de, in de reactie die mensen hebben op wat zij denken dat zij verwarren. Taal met echt sociaal oprecht. Dus je, je zegt iets en dan ben je ze dus racist, terwijl je alleen maar dingen zegt die, die al eeuwenlang misschien in onze taal zitten. Dus het is prima dat taal zich ontwikkelt, ja. net zoals uh, normen zich lijken te ontwikkelen. Um, um, maar je moet het niet gaan forceren. Nee, in, in, in 99% van de gevallen. Ja, in niet. een enkel geval precies, zou je kunnen zeggen. Oké, okay, dankjewel. Um, Laatste citaat dat ik van je ga aanhalen uh, over identiteitspolitiek. Ja, jij stelt um, identiteitspolitiek waarbij identiteit polariserend wordt opgevat, is een recept voor maatschappelijke ontwrichting richting burgeroorlog. Ja, um, welke vorm van identiteitspolitiek is dan niet of minder gevaarlijk? Want je zegt identiteitspolitiek waarbij? Ja, nou kijk. Iedereen heeft natuurlijk een identiteit. Het gaat erom wat voor soort identiteit. En het identiteitspolitiek is dat, dat je je opsluit in een bepaalde slachtoffer, ge, gepercipieerde slachtoffercategorie die zich verhoudt tot, tot daders. Mm -hmm. Dus je sluit jezelf, die identiteit laat je afhangen van een, van een machtsrelatie. In plaats van dat je jezelf vrij ontplooit in de liberale samenleving, kan je heel veel identiteit aannemen en dan ben je niet per se veroordeeld tot de identiteit waar je in geboren bent. Ja, De een heeft het makkelijker dan de ander, maar ja. in principe kan je daaraan ontsnappen. Maar dit is het, nu is het zo van, nou, je hebt een bepaalde huidskleur, je hebt een bepaalde etniciteit, een bepaalde gender, en dan ben je ook dat. Mm -hmm. um, terwijl, je bent het wel, maar je zou zeggen, zo so wat? En, en laten we daar meer aan doen. Um, in iedereen, en iedereen, het, het is een interessant verschil tussen de homo- emancipatie en de nieuwe, ja, nu noem je dat een queer of een de homo emancipatie zijn van, oké, okay, wij, wij mochten dingen niet die jullie wel mochten. Wij mochten niet trouwen, dat willen wij wel. We mochten geen kinderen adopteren, willen wij we wel. Allemaal dingen. Mm -hmm. Ze hebben die rechten gekregen. Ze mogen meedoen. That's it. Maar de nieuwe emancipatie van de identiteitsgroep is dat, kijk, dat je, dat je niet alleen mee wil doen, maar je moet ook je aanpassen. Dus niet zo vind ik, dat je gelijk bent, maar je, als jij mij dan verkeerd aanspreekt, bijvoorbeeld als non-binair, dat je dan... Jij moet aanpassingen doen, niet alleen maar... je moet de obstakels weghalen, maar de hele samenleving moet aanpassingen maken. Oké. Okay. Als ik dan tot slot... Um, je mag samenvatten, want, want je aanval op woke is dus geen aanval op vooruitgang... Nee. of op verandering. Want sterker nog, en dat, dat past denk ik dan ook in jouw eerdere werk... over het filosoferen voor een betere wereld. Um, die verandering is misschien zelfs soms zelfs nodig. Kijk nee. je aan of je het daarmee eens bent. Um, maar het gaat vooral over de manier waarop ja. en dat het soort van bijna ik wil je geen woorden in de, in de mond leggen, maar een doel op zich wordt of zo die verandering. Ja. Nou nee, kijk, ik ben niet anti woke dat ik wil. Je moet altijd kijken heel specifiek naar casussen van hoe het gaat. Want als je anti woke bent, dan ben je tegen alles wat, wat zogenaamd woke is en dan ben je er automatisch tegen. En dat dat Überhaupt is dat geen goede strategie, maar ik ben dus ook niet anti-woke, maar woke kritisch. En het, en het criterium wat ik gebruik is van een liberaal-humanistische strategie: van, zoals van ik zei, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid. En soms, het kan best zijn dat er, dat, dat er blinde vlekken waren die we niet gezien hebben en waar we dan mee moeten kijken. Uh, dus, dat is, dus je moet heel specifiek kijken. Maar ik denk dat, dat die reactie disproportioneel is doorgeslagen en in zijn eigen nadeel omslaat. En dat is zonde. Dus je kan ook zeggen van nou, laten we kijken naar uh, de goede dingen behouden. En het niet in één keer allemaal weggooien. Uh, dus, dus, en dat enthousiasme wat mensen hebben, die woke, de mensen die woke aannamen, die social justice work, doen het vanuit een goed hart. En die menen werkelijk dat ze voor een betere wereld zijn. Nou ja, voor een deel. Ze, streven, ze zijn vaak veganist en ze streven vaak voor klimaat. Dat lijken me goede dingen om te behouden. En heel veel anti-woke mensen die zijn tegen klimaat en tegen dieren. Dus ja, uh, je moet wel blijven denken. Floris van den Berg, dank je wel. Dank je wel voor de kijker. Het Spook van Woke, uh, uitgegeven bij uitgeverij Aspect. Uh, inmiddels te koop in alle boekhandels, zowel online als offline. Floris, dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. En tot de volgende podcast.